Dit maakt weinig indruk. Maar hier kan niemand omheen. Een bezuiniging van 3,1 miljard euro op de sociale werkvoorziening gaat de vakbonden veel te ver. Van de 100.000 arbeidsplaatsen die er nu zijn in de sociale werkvoorziening wil dit kabinet er 70.000 laten vallen. 30.000, de zware gevallen zoals zij zeggen, die blijven in de beschutte omgeving. De andere 70.000 worden de arbeidsmarkt opgeschopt en moeten maar zien een werk te vinden. Lang uit op het zebrapad te gaan liggen of zitten wordt het verkeer aan onder meer de Coolsingellam gelegd. Weg voor ongeduldige automobilisten. Al is er ook begrip. Ik heb zelf een kind met een verstandelijk handicap. En ze wordt al zwaar bezuinigd op deze mensen. We moeten gewoon accepteren dat er helaas in deze maatschappij mensen zijn die niet volwaardig mee kunnen. En die moeten we ondersteunen. En wij als FNV staan daarvoor. Aanstaande donderdag volgt een landelijke demonstratie op het Haagse Malieveld.